Ja. De boodschappenauto erbij, dat kan natuurlijk een Up of een Polo zijn. Of je spaart nog een beetje door en dan wordt het een Tyrol Cabrio. Maar het is wel leuk, weet je, het zonnetje schijnt. Ik zou mijn zonnebril het liefst erbij opzetten. Helemaal naar het topje van Noord-Holland gereden. Kijk, we zijn Tyrol Cabrio. Dus zouden we normaal gesproken op een eiland, zonnig weer, lekker mooi hotel zitten en zo. Dus zo rollen ze bij Volkswagen. Nee, zo gaat het meestal met introductie natuurlijk van nieuwe auto's. Ja, je ziet al het Nederlands kenteken. Dit is gewoon in Nederland. Niks mis mee, maar we dachten we willen wel die vakantiesfeer een beetje in ere houden. Het is bovendien denk ik een typische huurauto die op zo'n vakantieeiland best wel zou willen hebben. Dus we gaan naar het eerste eiland wat in op ons opkwam en dat is Texel. Dan kan je gewoon naar Den Helder rijden en een klein stukje met de ferry. En dan gaan we daar rondje rijden en dan weer naar huis. Martijn heeft voor de lunch gezorgd. Goed gedaan. Is vakantielunch, hè? Vakantielunch. Oh, en ik krijg toch last van maagzuur en zo als je dit allemaal op hebt. Hier. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik heb voor jou ook nog zo'n bakje. Zo, we zijn op het eiland. Fijn hoor. Het weer is wel mooi. Het weer is echt het zonnetje erbij. Af en toe een paar wolkjes. Temperatuur is goed. Ja, wat wil je nog meer als je een auto zoals deze moet uitlaten? Ja, ik moet, hè. Het is gewoon werk voor ons natuurlijk. Nee, weet je, dit voelt ook wel als mag uitlaten, weet je. Het is een kleine SUV, er worden veel verkocht, maar het is natuurlijk niet het meest spannende segment. Maar toch, als cabrio, het heeft wel wat, hè. Dit is natuurlijk feitelijk de nieuwe Golf cabrio. Dus even de vraag of de Golf 8, of ze daar nog het dak afzagen of dat ze bij deze T-Roc houden. Lijkt misschien raar, een crossover om daar dan het dak af te zagen. Aan de andere kant, Range Rover deed het ook al met de Evoque cabrio. Eigenlijk ook hetzelfde, wel weer grappige auto dan. Die was niet zo succesvol, moeilijk woord. Komt door een aantal dingen vrij prijzig en in eerste instantie alleen maar met diesels geleverd. Of vooral met diesels geleverd. Ja, dat is dan niet zo'n gelukkige combinatie. De Tyrol cabrio is ook niet waanzinnig voordelig, maar we gaan het straks nog even over de prijzen hebben. Vanaf 36 mil. Weet je, wat vind ik er dan van? We hebben nu een beetje mee gereden. Het stuurt gewoon best wel goed. Dit is een R-Line. Dus eigenlijk wat je er een beetje van verwacht, dat gewoon oké is, dat is ook zo. Tegelijkertijd, ja, er zijn nog niet echt dikke varianten leverbaar. Dus het speelkwartier is ook wel vrij snel over. Is echt vooral wordt beperkt door het vermogen. De instapmotor is een 1 liter blokje met 115 pk en dat is een handgeschakelde bak. Dit is de 1.5 TSI met 150 pk en DSG bak met 7 verzetten. Daarmee, en dan weet je het eigenlijk wel als ik die cijfers ga noemen, topsnelheid 205 km per uur, maar hard genoeg denk ik voor het soort auto. Sprint naar de 100, 9,6. Niet heel erg rap. Komt denk ik een beetje door het gewicht van de auto. Dat is natuurlijk zo'n Tyrol cabrio, kapconstructie, verstevigingen, omdat je het dak eraf hebt gezaagd. Het is een beetje zoals een schoenendoos. Als je de deksel erop doet, is het best stevig. Haal die eraf, dan voel je dat een beetje flexibel wordt. Dat je die doos als het ware zeg maar zo kan torderen. Dat is hetzelfde met een cabrio. Roll-over protection. Dus er zijn van die beugels die eruit schieten ergens daar. Ja, ik zou het graag demonstreren voor de video, maar misschien toch handig om het niet te doen. Zorg toch gewoon voor wat extra gewicht. Voordeel van wat extra gewicht is dat hij wel wat minder last heeft van hobbels en andere dingen. Weet je, hij voelt wel, gewoon ligt lekker stevig op de weg. Dat vind ik een klote term om zo te noemen, maar dat past wel bij hoe de Tyrol cabrio feitelijk rijdt. Waarom?
Tom Tessel vragen jullie misschien af. Nou ja, weet je, dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Maar er zijn een paar eilanden, Nederlandse Waddeneilanden dan, waar je gewoon met de auto op kon. En Tessel is één daarvan. En dacht, ja, weet je, we kunnen straks toch niet ergens anders naartoe. Dus weet je wat, ik ga het gewoon een beetje promoten. En daar begin ik gewoon vandaag mee. Hè? Promotie van de Nederlands toerisme, gewoon lekker hier. Tessel. Dit is overigens formeel niet Tessel, maar Eierland. Was een los eiland. Dat is verbonden, ja, ik denk met deze dijk. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, het waren twee eilanden. Die zijn op een gegeven moment bij elkaar gevoegd. Tot 1170 overigens was Tessel gewoon onderdeel van Noord-Holland. Het was gewoon verbonden met het vasteland. Maar de Allerheilige Vloed werd het eiland zeg maar eigenlijk gecreëerd. Of losgeslagen van het vasteland. En in de 17e en 19e eeuw werd Eierland verbonden met Texel. In de 17e en de 19e. Dus twee keer. Nou, dat is ook heel raar. Het komt van Wikipedia. Dus het is in ieder geval waar. Nog een reden om Texel op te zoeken. Zuidpunt, dat is eigenlijk helemaal daar. We staan helemaal verkeerd, feitelijk. Maar goed, door het koude water daar heb je daar de meeste zonneuren van Nederland. 1650 per jaar. Door het koude zeewater ontstaan er minder wolken. Goed om te weten inderdaad. Hè. Vandaar dat je ook zoveel zonnepanelen op Texel ziet. Want ja, dat rendeert hier gewoon als een dolle. Overigens, watersnoodramp van 1953. Ook Texel zwaar getroffen. Hè. Dat is een wat minder bekend feitje, maar dat is wel zo. En Texel is de laatste plek in Europa waar nog werd gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Tot 20 mei pas werd Texel bevrijd. Je had hier Georgische soort krijgsgevangenen die dan voor de Duitsers zouden moeten vechten. Vind ik nooit zo'n handige oplossing. Dat bleek ook wel. Want uiteindelijk begonnen ze te muiten. En hebben ze geprobeerd zeg maar, de Duitsers het eiland af te trappen. Dat is niet helemaal gelukt. Er zijn er een hoop bij overleden overigens tijdens die actie. Maar pas 20 mei kwamen hier Canadese soldaten Texel bevrijden. Onthoud jij gewoon, hè. En we hebben daar een vuurtoren. Mooi rood. Wilden we de auto graag bijzetten, de T-Roc. Maar dat is niet gelukt, want daar konden we niet bij komen. Maar nu hebben we dat dan toch nog een beetje in één shot. Moet ik nog iets over de T-Roc Cabrio vertellen? Qua uiterlijk. Ja, het is een Volkswagen. Eigenlijk, weet je, de hele auto's aan zich niet spannend, een T-Roc. Eigenlijk best wel een suf ding. Het is misschien een zesje of een zeventje. Maar zoals onze nieuwe hoofdredacteur Michael zei, ja, maar iedere cabrio krijgt gewoon weer 2 punten extra. Dus als je dan een 6 of een 7 hebt, dan wordt het toch weer een 8 of een 9. Het is gewoon wel een leuke auto. En vooral voor deze omgeving, je rijdt ook niet heel erg hard op zo'n eiland. Tenminste, niet de hele tijd. Dan heeft hij ook power genoeg. Dakje lekker omlaag, raampjes omlaag als je een beetje wil uitwapperen. Raampje omhoog en het zonnescherm omhoog, dat zit er ook in. Als je denkt, nou ben ik het zat, kijk, zonnescherm zit er gewoon bij. En als we het zonnescherm niet in hadden, dan kon ik laten zien dat er nog best een redelijk fatsoenlijke achterbank was. Maar nu kan ik in ieder geval wel de achterbak laten zien. En kijk, mijn hand verdwijnt er helemaal in. Dus hij is zo diep. Zagen jullie het? Nog één keer demonstreren? Nou, nog wel dieper trouwens ook. Zo. Hij is best een diepe achterbak. Gaat best wel wat in. En de kap is nu naar beneden. Dat hebben jullie gezien, hè? Dat is niet getrukt. Bank kan ook nog plat. Dus in zekere zin best een redelijke gezinsauto. We gaan weer rijden. We zijn er weer. In de T-Roc Cabrio. Qua ruimte binnenin. Het is, weet je, best redelijk. Voorin zit ik gewoon echt vorstelijk gewoon goed hoog. Voor mijn gevoel te hoog. Ik denk ook van, nou, ik kan nog naar beneden. Kan niet. Dat is natuurlijk een beetje het crossover effect. Ja, lekkere hoge instap. En Siri gaat zich mee bemoeien. Ik heb geen overeenkomstige computer gevonden. Hij heeft niks gevonden. Nee. Apple CarPlay heeft hij ook. Ja, weet je, wat dat betreft is het een moderne Volkswagen. Gewoon met alle veiligheidssystemen. Hallo? Hou op met spraakherkenning. Met spraakherkenning, Apple CarPlay, Android Auto ongetwijfeld ook, maar ik heb geen Android toestel. Adaptieve cruise control, de dode hoeksensoren, lane departure, je, alles zit er eigenlijk wel op en aan wat je bij een moderne auto verwacht. Nou, deze heeft het dan ook allemaal. Drive mode, dus ik kan hem lekker in normaal zetten. Verandert overigens niet heel veel, want ik heb, als ik in individual kijk, kan ik aanpassen. En dan kan ik de stuurinrichting, normaal of sport, nou wordt het wat zwaarder. Aandrijving, nou dan reageert hij iets verder op het gas. De ACC, dus de adaptieve cruise control.
in de klimatisering, ja, die kan dan ook nog vaak op eco. Ja, als je in de eco zou willen rijden, dan bespaar je 0,01 liter per 100 kilometer als de temperatuur maar hoog genoeg is. Maar dan zit je wel te zweten in de auto. We hadden het over ruimte en zo. Je kunt hier met vier man in. Nou ja, niet vier man, maar weet je, als je een gezin, achter mij kan je niet heel erg lekker zitten. Maar ik kan het vergelijken met de Mini Cabrio die we thuis hebben. Die is echt nog krapper. En dan staat de achterbank ook echt rechter omhoog en heeft een veel kleinere kofferbak. Is dit echt wel weer een maatje groter. En het is denk ik ook wel een beetje hoe je deze auto moet zien als de potentiële tweede auto in het gezin. Er is al een andere auto waarmee je het serieuze vervoer doet. De boodschappenauto erbij, dat kan natuurlijk een Up of een Polo zijn. Of je spaart nog een beetje door en dan wordt het een Tiro Cabrio. Maar het is wel leuk, weet je, het zonnetje schijnt. Ik zou mijn zonnebril het liefst erbij opzetten. Dit gevoel. Het is wel briljant en het is wel lekker. En wat je eigenlijk wel ziet is dat er steeds minder van dat soort cabrio's zijn. Hè? Ook Peugeot en Renault en dat soort partijen hadden ook allemaal cabrio's. En je ziet dat ze langzaam een beetje van de markt aan het verdwijnen. Opel ook nog, de Cascade verdwijnt allemaal. Nou, Golf cabrio, grote vraag of wat Volkswagen daarmee gaat doen. De EOS hadden ze ook nog. En dan is dit, ja, het is wel lekker. De open tour. Is er nog een nadeeltje aan? Ja, natuurlijk. Weet je, prijs. Hè, hij is er vanaf 36.000 euro, de Tiro Cabrio. Deze Tiro Cabrio 1.5 DSG met R-Line en een paar pakketten erop. De 1.5 DSG is vanaf 44.700. Hier zit een wat ding op. Nou ja, al die assistentiepakketten. 19-inch lichtmetaal. Een executive pakket waarvan ik niet precies weet wat er allemaal in zit. Volwaardig reservewiel. Nog een paar dingen. Komt hij op iets meer dan 50.000 euro. Dat is dan wel serieus geld. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld zo'n Mini Cabrio een beetje gaat specificeren, dan moet je wel je best doen om boven de 50 uit te komen. Maar het lukt sommigen toch nog wel. Maar dan heb je wel een Cooper S die toch wel een stukje rapper is. Maar dit, maatje groter. Grappige auto. Ideale auto om die Nederlandse zomervakantie dan toch maar mee door te brengen. Je kan toch niet je geld stuk slaan op een vakantie naar de Middellandse Zee. Waarschijnlijk, we weten het natuurlijk nog niet zeker. Dus het geld dat je bespaart daar, huur je een leuk huisje op Texel. Of Ameland, kan je volgens mij ook met de auto heen, en Terschelling. Of je gaat naar Zeeland, heb je ook veel zonuren. Dan cruise je er zo in je eigen cabrio naartoe. Hoe lekker is dat?